Directielid van de combimark Rajan Ramsoudit bleek somber terug op 2021. Volgens hem was 2021 niet zo'n best jaar, gelet op de grote invloed die de pandemie heeft gehad op de onderneming. Door COVID was het bedrijf gedurende 3 achtereenvolgende maanden voor slechts 13 dagen open. Daarnaast hadden ook de koersstijgingen een negatieve invloed op de bedrijfsvoering. Ramsoudit wijst erop dat deze koersstijgingen ervoor hebben gezorgd dat ook zij steeds genoodzaakt werden hun prijzen te verhogen. Het grootste probleem ook wat met scheepvaart. Hè. Je mag weten en ook ja, misschien via de media vernomen. Scheepvaarten hebben hun tarieven vooral uit Azië meer dan 5 tot 8 maal verhoogd. Bijvoorbeeld waar een container van ongeveer $3000 aan vrachtkosten moest betaald worden. Vandaag de dag moet je dat ongeveer tot $18.000 tot $20.000 voor eenzelfde container met goederen betalen om de goederen naar Paramaribo te krijgen uit Azië. Dus je ziet dat eigenlijk een heel groot verschil is en dat spreekt weer in de prijzen. De prijzen gaan moeten omhoog, helaas. En we hebben gezien dat de regering nu al bij pakweg 1,5 jaar zit. De regering doet zijn best. We zijn ook nu momenteel een heel goede goedkeuring eigenlijk nu van IMF. Dat moest ook eigenlijk om de economie weer op rails te krijgen. En met de komst van IMF is het niet gelijk een hoera stemming. Maar we zijn eigenlijk wel goed op weg eigenlijk om weer het oude Suriname eigenlijk leefbaar te laten maken. Ook mede met. Ondanks Ramsoudit niet tevreden terugkijkt op 2021, vindt het directielid dat Suriname wel de goede kant op gaat. Hij deelt zijn prognose voor het jaar 2022. Ook als we de president moeten geloven, ook de goede offshore boringen, resultaten van het staatsolie, als we die nahouden, 2022 zal of kan eigenlijk een heel goede jaar of een betere jaar worden dan 2021. Omdat er goede perspectieven zijn ook met Suriname en ook als iedereen eigenlijk zijn bijdrage levert. En ook een beetje doorbijt nu momenteel met een beetje slechtere situatie over het hele land. Dus ik denk 2022 kan wel een betere jaar worden als iedereen eigenlijk bijdrage levert. Ja. Ramsoudit doet een beroep op de bevolking om nog even door deze zure appel heen te bijten.